gamefans van Nederland en omstreken. Welkom bij een gloednieuwe aflevering hier op Cortex Gaming. Het is heilige kippenseizoen. Geen idee waarom ik had in mijn haar. Ik moet naar de kapper en ik heb geen tijd. Omdat ik aan het opnemen ben als een achterlijke voor de zomervakantie. Dus ik heb mijn kippenmuts maar opgedaan. Zodat jullie mijn achterlijke koepselij niet hoeven te zien, zeg maar. We spelen vandaag Battleblock Theater. Het is een spel dat ik heb opgepakt in de Steam Sale. Ik heb geen idee wat het is. Het klinkt grappig. Het ziet er grappig uit. Dus we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon local game starten. Ik heb gezien dat er een story is, dus daar gaan we gewoon mee beginnen. En dan zien we wel hoe ver we komen, of we er meer afleveringen van gaan doen. Ik heb geen idee. We gaan gewoon beginnen. Let's go, story. Normal mode, insane mode. Let's do normal. I'm not an insane. What? Ik ben a pyramid head. En verder kan ik niks. Oké, ready I guess. Tip, ensure the latest progress is saved. Return to the main menu before exiting the game. Oké, zal eraan denken. Dankjewel. Good evening, boys and girls. Good evening. And a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh. Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Fred of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates, and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder, boom! And the lightning, boom! And the wind, boom! And like that. It was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie continued, but the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. What? Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Huge giant waves thrashed the boat to and fro. Carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, and it made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide happened to land. How utterly convenient. But where What the fuck? Waar gaat deze game over, man? Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. But jeez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? Ik heb geen idee wat deze game inhoudt, mensen. What the fuck was dat voor verhaal? Echt, het klinkt alsof ik het zou kunnen vertellen. Ik zweer het je. And it was like... dit is dus blijkbaar een platformer. Ik heb werkelijk geen idee. We gaan het gewoon beleven, I guess. Ik ben
ik ben Pyramid met Pyramid Face. And look, he's made some wonderful new friends. Aww. Ooh, they got him a present. How thoughtful. Hey, wait a second. I don't think that was a present. Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't gonna be good. Clench your butt. Aww. Yep, that wasn't good. That wasn't good at all. What the fuck? I hope you perform better than the last prisoner. What? Okay, chapter 1. Betrayed by Hattie. Okay, ik denk dat we nu dus daadwerkelijk gaan beginnen. Cool. Wat is daar? Time to find some gems. Time to find some gems. Please three of them. Okay. We moeten gems verzamelen. Cool. Don't fall in that liquidy stuff. You can't swim. Shiteballs! Auw! Oké, dat werkt. I guess. Oké, dat is best cool. Allihop! En exit! Nice! Oké, dit is dus een kleine collector platforming game. Ik heb geen idee. Maar het leukste is, ik hoef bijna niks te zeggen, want ze zeggen alles voor me. Thank you! Next one. Oké, cool. Ik vind het leuk. Ik vind het een leuk spelletje. Ik vind het grappig. Woo! Auw. Wat is dat? Ah! Hup! Ah, dat is cool. Die wolkjes, dan kan je dus... Ah, dat is fucking vet. Shite! Waar de flipping effing hell of a fuck ben ik? Yarn, yay! Joep die freaking do! Oh man, ik hou van dit spel. Ik vind het echt leuk. Haha, mist me. Ah nee, ik verdrink. Nou. Oh, maar ik heb wel de gem, dus dat is cool. I guess. Ah, fuck. Oké, ik moet alleen naar het einde zien te komen. Ik ben zo geconcentreerd om dit niet op te fucken. Ik fuck dit steeds op, man. Dit soort spellen, ik vind het hartstikke leuk, maar ik fuck ze steeds op, joh. Oké, cool. En ik ben er. Nice. Oh, echt, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om eens een keer te doen. Ik speel dit soort dingen eigenlijk nooit, zeg maar. Nice. En A+. Of gewoon een E. Ook goed. Prima. Let's go. Next. Oké, cool. Scène 3. Oh, I drowned the kitty. Auw, auw, auw. Allee, op. Auw. Ik heb een jetpack. Ik heb een motherfucking jetpack. Oh, hey. Auw, auw. Nee, ik wil mijn jetpack terug. Oké, cool. Je hebt dus 3 sprongen met een jetpack. Oh my god. What the fuck? Oh, dit spel kan je zo lekker speedrunnen, hè. Auw, ja, bitch. Hey! Doei. Oh, volgens mij heb ik niet alle gems. Wacht. Ow. Oh my god! Oh, ik heb wel alle gems. Oké, cool. Let's go to the exit, I guess. Whee! Yeah, nice. Ik vind het vervelend dat je niet goed kan zien hoeveel gems er per scène zitten, zeg maar. Dat is irritant. Oeh, ik vind de muziek in dit spel. Ah, ik heb er wel één gemist. Ik heb alsnog een E, dus fuck it. Oké, cool. En nu? Next level! Nice! Oh, dit is leuk. Dit is echt leuk. But I'm not gonna. Oké, act 1, scène 2. Wee!
En ik hier niet als een keer, al een keer geweest? Volgens mij wel, toch? Ja, ik heb deze al een keer gedaan. Wacht. Ja, ik heb deze al een keer gedaan, toch? Oh, crap. Fuck! Ja, zie je wel, ik heb het wel een keer gedaan. Oké, dit kan niet de bedoeling wezen. Dit kan niet de bedoeling wezen. Ik heb de verkeerde deur genomen, dat weet ik zeker. Fuck, oké. Wat nu? I don't wanna replay. Die had ik al gespeeld. Hoe ga ik terug naar het menu? Exit level. Ja, exit level. Werkt dat zo? Oh, oké, ik ontplof. Oké, cool. Maar wat moet ik dan doen? Oh, hier zijn we nog niet geweest. Cool. Shall we find some sparkly gems? Absoluut, we gaan ze vinden, man. Oké, dit ziet eruit als secrets. Secrets I can't go to. Haha, secret. Jam, 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 jam. Alia. Oké, ik wil daar boven komen. Ik weet niet waarom, maar... Haha! I'm on your face! Ah! Oh, ik ben er al geweest. Auw! Hallo! Wee! Wee wee! Oké! Ik vind het lava dingen... Ik vind het een leuk systeem. En het is een leuke soort van springplank. Aboom, 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 aboom! Hop! Hop! The fuck? How am I supposed to do that? Oh, wachten tot die klaar is, natuurlijk. Iets zeg maar dat daar iets is ofzo. I don't know. Boom, 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 boom. Ow. Woo. Right before he got me. Oké. Ik ben misschien iets te stil tijdens deze playthrough. Maar ik probeer gewoon even het spelletje te spelen, zeg maar. Want ik ben nooit echt goed geweest in platformers. Ik ben echt bagger slecht geweest in platformers altijd. Oké, wat nu weer? Wow, easy does it, boy. Ik wil zometeen nog de arena mode uitproberen. Ik heb net de fucking checkpoint gemist. Because fuck you, that's why. Oké, ik ga dit level nog afdoen en dan ga ik proberen de arena modes te doen. Want ik ben benieuwd wat de arena mode is. Hey! IJs. IJs. Waarom lukt het niet? Dank je. Stop met spugen van haarballen. What's going on? What? Waarom komt het bootje niet deze kant op? Hè? Auw. Oh. Ah, dat is cool! Dat is fucking cool! Varen, varen over de laren, varen, varen over de zee. Waarom kan ik dat ding niet pakken? Ik moet daarin! Thank you! Ah, er lag water? Ik zag het niet eens. En hop.
IJs is glad! Joh. Dat is nieuws. Vuur is heet, water is nat. What the fuck? Hè? I don't care. I don't care. Ik heb niet ieder kristalletje volgens mij, maar dat maakt niet uit. Dit was fucking cool. Oké, ik wil even de arena mode uit gaan proberen. Heb ik hier de kristalletje? Ik heb het wel. What the fuck? Oké. Ik wil eventjes de, hoe heet het, gaan uitproberen. Zo. Dus gaan we eens even kijken of we terug kunnen naar het menu. We gaan dus proberen de arena mode te spelen. Ik heb geen idee. Die versus co-op. Wat is dit? Multiplayer? Wacht, dan moeten we dus online zeker. We gaan gewoon online multiplayer doen. We gaan find player match. Quick match. We doen gewoon quick match. The host is exiting the game. Oké, beste gamefans. Ik heb het geprobeerd om een online game te gaan hosten. Het werkt voor geen meter, want er zitten blijkbaar geen mensen in dit spel. Ik heb geen idee waarom, want het is een fucking leuk spel. Ik denk niet dat ik er nog een aflevering voor ga maken. Misschien dat ik hem hou voor tijdens livestreams of zo. Als ik zover kan krijgen om die jongens om me ook te kopen of iets dergelijks. Of als jullie hem hebben, laat het me even weten voor livestreams als jullie het leuk vinden. Ik ga het hier in ieder geval bij laten. Ik vond het een grappig spelletje om even te doen. Dus ja, beste gamefans, vond je een leuke video? Laat dan even een like achter op deze video. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal, doe dan even op de rode knop onder het filmpje te klikken en dan zie ik jullie weer terug in de volgende video hier op Cortex Gaming. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!